Stichtse Vecht is een mooie gemeente met veel groen. Maar het onderhoud van het groen is en blijft een heikel punt. Inwoners ergen zich aan rommel op straat en aan het onderhoud van bomen en planten. Er ligt een verbeterplan, maar er zijn politieke partijen die daar toch een beetje sceptisch over zijn. Kortom, er moet nog heel wat gebeuren wat betreft groen in Stichtse Vecht. Verkeer. Veel mensen gebruiken de A2 en de Zuiderse Ring om van Utrecht naar Amsterdam te komen. En Stichtse Vecht ligt aan die drukke wegen. Veel mensen die in Stichtse Vecht wonen hebben last van geluidsoverlast en fijnstof. En het wordt alleen maar drukker op die wegen. De buren van de Zuiderse Ringen roepen 80 km per uur. De meeste partijen in de politiek zijn het daar wel over eens. Maar hoe je bijvoorbeeld die geluidsoverlast aanpakt, daar denken ze dan weer allemaal verschillend over. Woningbouw. Stichtse Vecht heeft, net zoals veel andere gemeenten, te weinig sociale woningbouw. Er zijn lange wachtrijen en veel woningzoekenden. Er moet dus meer gebouwd worden. De vraag is alleen waar, want Stichtse Vecht wil ook een groene gemeente zijn. En dat wringt dus. Nou, dat er iets moet gebeuren, daar zijn ze het in de politiek wel over eens. Maar hoe? Daarover verschillen de meningen dan wel weer. Stichtse Vecht. Het is van oudsher een gemeente waar veel gebeurt in de politiek. Hier en daar wat schandaaltjes, het rommelt in sommige fracties. Ik ben benieuwd hoe de gemeenteraad het gaat aanpakken en hoe ze gaan samenwerken.